Het is verbracht. We hebben hier een prachtig nieuwe locatie op Schiphol kunnen krijgen. Goedemorgen, dames. Ça va? Ja, ik heb een hele lange band met Schiphol. Eigenlijk vanuit mijn jeugd. Ik woon in Amsterdam-West en dan stapte je op je fietsje. Dan reed je door het Bosplan, zoals het Amsterdamse Bos vroeger heette. En dan ging je naar Schiphol vliegtuigen kijken. Het geroezemoes, het internationale, dat heeft mij altijd getrokken. Ik heb ook gewerkt als steward in mijn studententijd. En ik heb ervan genoten. Het was heel erg leuk, al die nationaliteiten. En dat heb ik weer teruggevonden toen ik hier mijn apotheek start in 2009. Nou, die andere was veel te klein. Daar kon ik mijn ei niet in kwijt. Ik kon ook de mensen niet de service geven die ze nodig hadden. Wij hebben hier bijvoorbeeld ook een spreekkamertje. Dus als de mensen een privégesprek willen hebben in alle privacy, kunnen we dat doen. We gaan het ook gebruiken voor health checks en voor allerlei andere onderzoeken die we willen doen. Zoals testen op suiker, testen op allerlei andere zaken. Zodat we die taak die we als apotheker hebben kunnen invullen. Boven bij Dakota's, bij het promenadedek, daar zit ik graag. Kijk je over Schiphol uit, je ziet het oude Schiphol en ik zie eigenlijk mijn huis, ik weet ongeveer waar het staat. En dan zie je het Weidse Nederlandse landschap weer. En ja, dat is altijd genieten, zeker met het mooie weer. Dan gaan we ook vaak met de kleinkinderen naartoe. En dan krijgen ze een ijsje van opa en een ballon en dan is het weer... Dan ben ik weer eventjes gewoon weer bezoeker van Schiphol en niet een werknemer op Schiphol. Altijd nog 3 jaar, dan ben ik 70 en dan wil ik er toch iets meer van de wereld gaan zien. Ik wil niet zeggen dat ik hier stop, alleen ik wil het wel minder gaan doen dan 7 dagen in de week. Dat is wel het streven. En of het zover komt, time will tell. Kijkt u eens? Alsjeblieft, hè. Dank u. Dag mevrouw.